we hadden eigenlijk alweer. Ja, hoe zat het eigenlijk alweer? Ik kom vanuit Maastricht. In Maastricht zaten wij op jouw studentenkamer. Zaten we muziek. Naar de bandjes te luisteren die we hadden opgenomen. Maar ook achter de piano, als we iets hadden, dan was het altijd wel iets met muziek. Klopt. We hadden wel een soort gemeenschappelijke muzikale... Een muzikale klik. Een muzikale klik. En ik laat mijn hart vooral. Zouden jou in vuur en vlam. Martin, 10 over 1. Lief, neem me mee. Door jouw leven vol van vuur. Vol van passie, vol van liefde. Tot ons allerlaatste uur. Zondag en kunnen weer. Lief, neem me mee. Door jouw leven vol van vuur. Want God je weet. Ik mocht je erg graag. Heb je nu alles dat je wou? Houd je vast soms als je bang bent? Kent hij de angst en je verdriet? Alleen maar schudden met je hoofd. Logisch dat je me verliet. Je huidje lijkt van crêpe papier en je hoofdje is nog niet rond. Maar de dokter heeft gezegd dat het zo wordt. Gisteren was je hier nog niet, was je toch bij ons. Ik kwam mezelf niet voorbereid, wist niet wat mij te wachten stond. Maar nu ik zie hoe mooi je bent, besef ik wat een wonder is. Dat een mens zichzelf pas kent, wanneer het vreemde wonder is geschied. Dat was zeg maar de studentenkamer van Dennis. Dat was geen kamer. Het studentenkantoorpand van Dennis. Dat was inderdaad een gigantische etage in een kantoor. Ja. Met een betonnen vloer. Antikraak. Allemaal lichten. Allemaal ramen en ruimte. Fantastisch. En Dennis had daar ook gewoon zeg maar een permanente opstelling van alle instrumenten. Ja, zeg maar. Die we tot onze beschikking hadden. Ja. En daar repeteerden we altijd. En het grappige is, wat ik me altijd kan herinneren van die repetities, is dat er allemaal mensen, allemaal en met name vrouwen, aangewaaid kwamen. En waar ze vandaan kwamen, ik had werkelijk geen idee. Dennis, weet jij nog? Werkt het. Weet jij het nog? Ja, Dennis heeft, ik ben een keer met Dennis bezig stappen in ergens in Amsterdam, ik weet niet meer waar. En ik was nogal jaloers op hem, want hij op een of andere manier heeft hij een ontzettende aantrekkingskracht op het vrouwelijk gedeelte van ons bevolking. Ja, en die kwamen allemaal daar. Die kwamen overal vandaan. En die zaten dan op de bank terwijl wij aan het repeteren waren. Ben je aan het doen? Ben je aan het doen? Met welk doel? Ja? Met welk doel? Je weet maar nooit met welk doel. Het doel openbaart zich naarmate je verder bent met wat je aan het doen bent. Wat? Het doel wordt bepaald op grond van waar je toevallig belandt. Nou, als je stil blijft staan, dan zul je altijd gissen naar wat je zult missen. Komt dat uit een tekst? Ja. En zo ja, waarom heb je dat dan gekozen? Precies, waarom heb je niet een ander citaat gekozen? Nou, ik heb geen reden. Ik zit een beetje te vervelen. Waarom pak je de gitaar niet en ga je dan meespelen met dit prachtige nummer wat op de achtergrond te horen is? Ik vind het mooier als het gewoon. Waarom ga je niet drummen? Omdat ik niet kan drummen en filmen tegelijk. Maar als je stil blijft staan.
zo'n... En op de van Dobber. Nou, ik kan me dus herinneren dat wij eigenlijk begonnen zijn doordat Felix ging trouwen. Mm. En Felix had een nummer geschreven en hij wilde dolgraag dat het nummer. Op de vraag. Ja, toch is dat belangrijk om dat even toe te lichten, omdat het zeg maar een beetje aanduidt hoe die ambitie is ontstaan, zeg maar. Okay. En goed, dat huwelijk, dat was dus een aanleiding om Lief te gaan spelen. Lief was een nummer dat Felix had geschreven voor zijn vrouw, Daan. En de bedoeling was dat we dat zouden gaan uitvoeren op zijn bruiloft. Dus we hebben wat mensen bij elkaar geraakt, daar zijn we niet bij volgens mij. En we zijn daarop gaan repeteren. En op de avond van de bruiloft was dat eigenlijk zo'n succes. Ja, de hele zaal stond gewoon echt gewoon te kicken. Gewoon. De natte slipjes die vlogen gewoon in het rond. Dat was gewoon waanzinnig. En die avond hebben we eigenlijk besloten volgens mij om dat gewoon professioneel te gaan aanpakken. Dus toen hebben we Frank erbij gehaald. Die was volgens mij ook op die bruiloft. En we zijn dat allemaal heel goed gaan uitwerken. En de ambitie was uiteindelijk dus om daar een vette hit mee te gaan scoren. Om gewoon een vette single te maken. Je hele ziel en zaligheid erin te stoppen. Alle neuzen dezelfde richting op. Dat deden we ook echt. Zondag, dat was de dag. Daar moest iedereen vrij houden. Al ging je opa dood, al had je last van je grote teen. Je kwam gewoon naar de repetities toe. Bedankt, later. Als je af en toe heb je nog wel eens moeite met je pedaal. Hou je hem te lang vast. In feite, elke handwisseling is loslaten pedaal. Wie zit daar met die ontzettende krant te ritselen? De krant te ritselen? Ja, de Nie de Mie. Maar dat kon ik geschikt aan hoe het kabeltjes. Twee versierders van de band. Waarom heeft Henry zijn baspartij niet ingespeeld? Volgens mij was dat omdat Henry een nogal jazzachtige achtergrond heeft. En ook zijn basspel, of ook in zijn basspel kwam dat heel erg tot uiting. En de baslijn die hij onder het nummer had bedacht, was volgens mij niet zo effectief. En toen onder invloed van Cheert er uiteindelijk tot een andere baspartij besloten werd. En toen bleek Henry dat niet te kunnen, schuine streep, vooral willen spelen.
Ja. En toen, ja, dat heeft toch wel voor enige consternatie gezorgd. Even de studio filmen. Helaas zit hij onder de grond. Dus de studio ziet er ongeveer als volgt uit. Dit is de studio. Stem in. Als de pizza bijvoorbeeld over dezelfde tijd heb ik hier. Dan heb ik geen portemonnee bij me. Hey, jullie lopen wat te zeiken over dat ik die video maak. Maar jullie zijn er later maar al te blij mee. Zeltje eikels. Wacht eens, ik wil daar wat over zeggen. Zeg jij daar wat over? Ik moet er wat over zeggen. Ja, hoe is Thomas bij de band gekomen? Ik weet dat ik in Mechelen in België op een hockeytoernooi was. En dat de drummer, Jap, die... Die hield ermee op, want die had het te druk. Ja. En wij hadden toch de ambitie om eigenlijk toch wel een bekende band te worden. En toen heb ik daar geloof ik ook nog wat gezongen natuurlijk op zo'n hockeytoernooi en dingen gedaan. En toen kwam van de teamgenoten waarmee ik heb gespeeld, het was niet mijn eigen team, die kwam met het nummer van iemand die hij kende die ook drumde. En dat bleek Thomas te zijn. Ik heb er normale chorus overheen. Niet op mij letten. Hoort iemand bij? Behalve jij? Niet op mij letten. Ik had de keuze om hem weg te laten, weet je. Ik wil alles met je delen tot ons laatste uur. Normaal gesproken, zij zitten gewoon één toon ertussen steeds. Dat is wat je zegt, dat wil je eigenlijk niet. Maar als je hun nou laat en je zorgt nou dat die derde stem er tegen die andere twee aan zit. Ja, maar dit is jouw derde stem. En. Lief, neem me mee door jouw leven vol van vuur. Vol passie, vol van liefde tot ons allerlaatste uur. Lief, neem me mee door jouw leven vol van vuur. Ik wil alles met je delen tot ons laatste uur. Lief, neem me mee door jouw leven vol van vuur. Op huis met je delen tot ons laatste uur. Lief, neem me mee door jouw leven vol van vuur. Ik wil alles met je delen tot alles ja, met je. Ben je dan overtuigend? Oké. Okay. Die heb ik nog hoor. Maar hij was niet, ook niet helemaal. Jou in vuur en vlam. Kan ook nog. Zou jou in vuur en vlam. Ja, kan je ook proberen. Ja? En ik laat mijn hart verwarmen. Zou jou in vuur en vlam. Zoals alleen de zon dat kan. Nee. Zoals alleen de zon dat. Oh, ja. Zoals alleen de zon dat kan. Zoals alleen de zon dat kan. Dat zou ik niet. Gewoon hetzelfde. Ja. Zoals alleen de zon dat kan. Ik zie je stralen, ik zie je lachen. Zoals alleen de zon dat kan. Oh shit. Ik zie je stralen. Je microfoon is maar even weg. Dat staat nergens op. Ik kan het ook niet goed horen. Zoals alleen de zon. Ja. Zoals alleen de zon. Ik zie. Lie. Jezus man. Jezus. Op jou was die voor je kut. Ja, zingen, speel hem op de piano dan. Kikker natuurlijk. Lief, neem me mee
laatste uur. Lief, neem me mee, door jouw leven vol van vuur. Ik wil alles met je delen tot ons laatste uur. Die moeten we nog even oefenen. In praktische zin hebben we ongelooflijk veel gerepeteerd. En de laatste paar repetities onder toeziend oog van iemand die daar ontzettend veel verstand van heeft, in ieder geval had. En die tot de conclusie kwam dat het verstandigst zou zijn Studio T. Die uiteindelijk tot de conclusie kwam dat het verstandig was om niet iedereen zijn eigen partij te laten inspelen. Waar we eerst een beetje moeite mee hadden, maar waarvan we al snel inzagen dat het misschien toch de juiste oplossing was. En toen hebben we samen met hem ook nog een nummer een beetje aangepast. Een beetje met die gitaar, solo modulatie en zo. En toen hebben we, volgens mij heeft T. Cheert zelf eerst een gitaar. Cheert van Zanen. Cheert van Zanen. Dat we dat even voor de band hebben vastgelegd. Hij heeft een guide track opgenomen op zijn wat? Een guide track op zijn gitaar. Nou, daar weet jij meer van dan ik. Daar heb ik toen niks van. Jawel, want ik heb toen ik het ging indrummen, toen hoorde ik op mijn hoofdtelefoon en klikte ik met zijn gitaarpartij erbij. Ah, oké. Okay. En de gitaarpartij zit ook nog steeds in dat singeltje als je goed luistert. Het is een akoestisch gitaartje erachter. Is dat niet. Nee, dat is Cheert. Oh. Ja, klopt. Dennis heeft volgens mij helemaal niets ingespeeld. Dus nee. Nee, volgens mij. Hij heeft wel geprobeerd. Ja. Maar... ja, en toen de drums en toen de bas en toen was de piano eerst. Volgens mij eerst de drums en de bas. En toen de piano? Nee, de bas niet. De bas heeft Michiel van Schie of zo. Michel van Schie. Oh ja, pas later. Ja. Michel van Schie heeft de bas gedaan en daar waren wij niet bij. Dat is achteraf in Rotterdam. Ja, dat klopt. Dat was trouwens wel de beste bassist van Nederland, wordt gezegd. Hè? Had ook verder geen moeite met lief. Nee, precies. Ja, dat stond er binnen 5 minuten op. Ja. In gedachten droom ik weg, op een wolk door het blauw. Los van alles, los van iedereen, ben ik op weg naar jou. Ik zie je stralen, ik zie je lachen, zoals alleen de zon dat kan. En ik laat mijn hart verwarmen, ik sta door jou in vuur en vlam. Lief, neem me mee, door jouw leven vol van vuur. Vol van passie, vol van liefde, tot ons allerlaatste uur. Met je delen tot ons laatste uur.
Sander heeft net verteld over hoe we bij elkaar zijn gekomen na mijn huwelijk. En ik weet nog wel dat wij de ambitie hadden om wat er daarmee te gaan doen. En ambitieus als ik ben, had ik natuurlijk Frank gevraagd om maar eens te luisteren naar onze muziek. Want ik was ook een beetje bezig om Frank duidelijk te maken dat ik eigenlijk best wel leuke muziekstukjes had. En ook dat mijn vriend Sander dat ook kon. Oh ja. En toen zijn we een keer bij mijn vader. Ja, dat kan zijn we bij mijn vader op het appartement. Heb ik Frank uitgenodigd. Ja. En ik weet dat... Ik wil dat je even één ding verduidelijk. Jij was altijd wel zo'n mannetje die dingen altijd iets dikker maakte dan wat ze zijn. Dus Felix, jawel, die kende iemand, jawel, van Sony. Hij werkte ook inderdaad bij Sony. Hij werkte ook bij Sony, maar een belangrijke band bij Sony, die nou met Acta Munich en nou alle bands en Bluff en nou weet ik van wat, alle grote bands in. Nou, ga verder. Dat moet ik even vertellen. Okay. Sander die had het niet meer en die moest dan daarvoor even laten horen wat tegen in huis had. En zat Sander daar met rode konen zenuwachtig te zijn achter die piano. Terwijl Frank daar met zijn rode hoofd op een krukje zat en dacht, wat is er aan de hand? Dat was echt heel erg. Ja, het was een beetje, achteraf. Is het leuk, maar op dat moment heb je je toch een beetje ongelukkig gevoeld. Ja. Op dat moment. Ik begrijp dat veel mensen veel moeite voor ons gedaan hebben de afgelopen dagen om überhaupt een single te bemachtigen. Dat was nog niet eenvoudig, toch? Maar het is jullie gelukt. Als echte Dobberfans hebben jullie die single toch kunnen krijgen. En zo niet, dan gaan we ervan uit dat jullie dat de aankomende dagen nog even doen. Wij hebben het afgelopen jaar heel hard gerepeteerd. Hard gewerkt aan Dobber. We zijn enorm trots dat we hier vandaag staan voor de singlepresentatie van Lief en de presentatie van de band. Sander, heb jij er zin in? Ik heb er zin in. Jij hebt er zin in. Dan zou ik zeggen, hier is Dobber! Ik wil even zeggen dat wij stapel gek zijn op jullie. Je wacht, ik denk het hard vaak. Heb ik andere plannen met jou? Wat? Weet je wel wat je doet bij mij? Wat je bij me bent? Maar ik voel niet meer tussen ons en hak op dat blijft. Wat? Heb ik andere plannen met jou? Dat ik je lief en haar vind, dat het je laat.
staan. Dat is wel lekker. Bij het volgende nummer zijn we helemaal onszelf. Het heet Dobber. En ik heb het geschreven na een dag hard werken. En ik dacht, werken, wat moet ik ermee? Ik moet gewoon dobberen. Je zei, je bent van mij. En ik weet nog hoe ik dacht, wat heb ik hier lang op gewacht. En je lippen voelden zag, ze zeiden, blijf bij mij. En wat was ik nog verrast, toen jij zei, schat, hier ben ik dan. Je hoeft niet verder meer te gaan, je stopt het jachtige bestaan. Dus dobber eens met mij mee. Want ik was er wel al kwijt en liep mezelf steeds voorbij. En je weet inmiddels wel dat ik die waarheid liever mij. Maar was jij er niet geweest, dan had geen weg naar iets geleid. Ik hoef niet verder meer te gaan, stopt het jachtige bestaan. Stommers, met jou mee. Oh, yeah.
gevoel, GBJ op de achtergrond. Samen met jouw huis en maken met een zware straf. Maar vele malen later liep het toch zijn vlucht af. Alsof de tijd niet is vervlogen en alles opnieuw begint. Al die dingen die we deden, lijkt niet eens zo lang geleden. In jouw ogen zie ik weer een kind. Veel te diep, veel te veel.
rest neemt de tijd hoor. We hebben helemaal geen haast. Dit is even om de stemming erin te brengen en te houden. Heb je hem gestemd? Oké. Ah, hij klinkt helemaal strak. Het is een zinloos liedje. Een volkomen zinloos liedje. Over zinloos geweld. Slenter langs de gracht naar huis, het is 8:50. De stad komt uit een diepe slaap, die ik niet heb gehad. De zon speelt met het carillon. Zijn. Voor zo'n eerste optreden is dat wel belangrijk dat je publiek niet wegloopt.
Dit is een nummertje wat we allemaal heel erg graag spelen. En een van de eerste bandleden die erbij zat, was Henry. En die hebben we heel hard nodig bij dit nummer. En het is zo ontzettend vriendelijk om ons te komen assisteren, Henry. We kennen elkaar allemaal. Maar ja, sommige mensen kennen elkaar wel, sommige mensen kennen elkaar niet. Maar uiteindelijk kennen we elkaar. Toch ga ik ons even voorstellen. Helemaal achteraan op dit diepe, diepe, smalle, rare podium. Achter het reus. T-shirt met sterren. Thomas. Als rechterhand van Thomas, maar voor jullie links. Zijn we Thomas eigenlijk ook. Op de zwoele, donkere, diepe bas met maar liefst 5 snaren. Michiel. We hebben nog een koper, sexy iemand. Die normaal achter de toetsen zit. Nog wel eens wat nummertjes schrijft. Is er een dokter in de zaal? Veen. En ene laatste, maar zeker nog liefst. Op gitaar Dennis. En nu achter de toetsen, maar normaal op de plek waar ik nu sta. Het is hier veel leuker om hier te staan dan daarachter. Ik ga ook lekker niet weg. Sander! Oh ja, voor ik het vergeet. Wij zijn Dobber. Celibaat is niet besteed aan haar goddelijke lichaam. Dat alleen op liefde leeft en bij jouw kerk verpijnt. Maar hoe ondeugend ze ook is, ze krijgt altijd vergiffenis. Zelfs de aflaat is gedaan, is wij dan heilig gemaakt. Ooit dan zullen klokken luiden,
voor het meisje uit het zuiden. Yeah, yeah, yeah. Zelfs de paus zal mij benijden als haar huwelijk in komt wijnen. Veronique is katholiek, dus ze bidt nog op haar knieën. Daar heb ik het geloof gevonden, ook al was het dan zonder Veronique. Refriek ruikt naar bier, ook in parfum. En al is ze nog zo groot, maar niet zonder een condoom. Van Sander dat het heel erg gewenst is als we eerst de bloemen doen, dus dat gaan we even doen. Volgens mij hebben wij in de Nederlandstalige top 30 van radio, hoe noem je radio? Nee, niet Radio Rijnmond, Radio Nationaal hebben we op nummer 13 gestaan. Ja, maar dat telt niet. Hoezo? Radio Nationaal, dat is een belangrijk, dat is een nationaal zender. Dat is een hartstikke belangrijk zender, man. Ja. Ik schrik altijd tegen iedereen op dat we op nummer 104 zijn gekomen. Maar nou hoor ik van Felix dat we misschien wel op 70 hebben gestaan. Dus ik heb mezelf al 6 jaar doen we wel 34 nummers te komen. Volgens mij zijn we op nummer 104 van de top 100. Ja, toch wel. Ja, niet al. Van een nieuwe plaat van Bruce Springsteen, alle verzamelaars en live albums niet meegenomen. Dit is het titelstuk daarvan, The Rising. Ja, er komen per week een aantal behoorlijk lieve liedjes uit. En het is voor de uitvoerende vaak een dobber om zich te onderscheiden van de rest van de aanbieders. En voor programmamakers is het al niet minder eenvoudig. En er is van de week, wat zeg ik, een paar weken geleden een liedje uitgekomen dat wel mijn aandacht trok, maar waarvan ik in eerste instantie dacht, ja,
Dat is een aardig liedje, maar het is ook een aardig liedje. Ik vertel me net al aan de jongens die naast me zitten, want de halve bezetting van Door zit er. Ja, zoek het maar uit. Het levert hele leuke dingen op, hoor. Is er ook tv meer op? Nee, dat gaat via de kabel. Oh ja. Dus dat, Heb je ook niet geluk? Ja. Tevoren waar de akoestische live muziek. Zo, Dennis de Menes. Een beetje genoten? Ik heb geweldig genoten. Wat heb je net gedaan, Dennis? We hebben koffie gedronken. Ja. Lief, Dobber is nooit uit elkaar gegaan. Dobber is nooit uit elkaar gegaan. Dobber is nooit officieel uit elkaar gegaan. We hebben geen ruzie met elkaar gehad. Ik denk, mijn visie op het geheel is. Moest eerst dat mensen kinderen krijgen? Nee. Volgens mij is het dat allemaal niet geweest. Wat het punt is, volgens mij, we hebben jarenlang enorm veel energie gestoken in die band en in dat nummer. En we hebben er geld in gestoken. Fors geld voor ons doen. En we hadden er een hele hoge verwachtingen van. We dachten echt van nou. Ik heb eigenlijk nog steeds aan hoge verwachtingen. We dachten echt van nou, dat nummer dat gaat op een of andere manier op Sky Radio. Of weet ik heb nog steeds ieder jaar €16 van de Buma uitgekeerd. Dus, ja, nou ik kreeg er 17. Ja, dat is een zang. Primeur vanavond in de Zwoele Stad. Ja. Dat is de Amsterdamse band Dobber. En ze maken vanavond hun tv-debuut met het liedje Lief. Dobber. Gedachten droom ik weg op een wolk door het blauw. Los van alles, los van iedereen, ben ik op weg naar jou. Ik zie je stralen, ik zie je lachen, zoals alleen de zon dat kan. En ik laat mijn hart verwarmen, sta door jou in vuur en vlam. Vol van liefde tot ons allerlaatste uur. Lief, neem me mee door jouw leven vol van vuur. Ik wil alles met je delen tot ons laatste uur. De wind waait door je haar, je ogen schieten vuur. Niemand houdt je tegen. Het is de kracht van jouw natuur. Maar buien drijven over, na regen schijnt de zon. En de heuvels zijn nog groen, dan voor de bui begon. Lief, neem me mee, door jouw leven vol van vuur. Vol van passie, vol van liefde. Tot ons allerlaatste uur. Lief, neem me mee door jouw leven vol van vuur. Ik wil alles met je delen tot ons laatste uur. Lief, neem me mee door jouw leven vol van vuur.
alles met je delen. Holy, neem me mee, neem me mee. Vol van passie, vol van liefde, tot ons allerlaatste uur. Lief, neem me mee, door jouw leven vol. Ik wil alles met je delen, tot ons laatste uur. Je delen tot ons laatste uur. Het was Dobber met het liedje Lief. Jeroen, ik zei het net al in mijn aankondiging. Je wordt vaak in één adem genoemd als de lekkerste man. Dus ik heb het gevoel dat Dobber dus nooit uit elkaar is gegaan, maar we hadden zo'n hoop verwachtingen door van... Door teleurstelling op een lager pitje. De teleurstelling, zeg maar, over het uiteindelijke resultaat, nummer 104 van de top 100, zeg maar. Dat leidde er uiteindelijk toe dat de motivatie, zeg maar, verdwenen. Die motivatie die we daarvoor juist heel sterk hadden, toen we nog dat doel voor ogen hadden, ja, dat was er niet meer. En toen was het heel moeilijk om de neus voor dezelfde richting te krijgen. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. En als Dobber nu opnieuw zou beginnen, wat zou wat jou betreft dan het verschil zijn tussen de ambitie toen en de ambitie nu? Ik denk dat we dus niet meer zouden moeten beginnen als Dobber. Maar hoe dan? Als iets anders. Goh. Ja, nee, Dobber, dat is geweest. Dat was Dobber. Ja. En nu, als we nu weer iets gaan doen, dan moet het iets nieuws zijn. Een nieuwe naam, een nieuwe lente, een nieuw geluid.